In the Netherlands we have cities that offer such hero shelter. Justice and peace in the government, town councils and lots of citizens. Shelter City is een, bij uitstek een project waarmee de brug kan worden geslagen tussen Nijmegen en regio's in Afrika en Azië. Elke Shelter City gast moet je zien als een visitekaartje van de stad. Iedere nieuwe activist geeft je inzicht in misstanden in de wereld en geeft je ook inzicht in dat wij met elkaar als mondiale samenleving nog heel veel te doen hebben. Dat je daar toch op de plek waar je bent iets aan kunt doen. Dat dat zichtbaar wordt en dat je daarvoor in kunt zetten. En dan denk ik, ja, dat ook een beetje misschien onze zelfgenoegzaamheid een beetje doorbreken. Want Shelter City gasten brengen de mondiale problemen, die soms ook ver weg zijn, wel impact hebben op het leven hier. Ze brengen hier en ze houden ons de spiegel voor. De spiegel voor de burgers hier, dat de vrijheden die wij hier hebben, de welvaart, dat het alles niet vanzelfsprekend is. Ik denk dat het niet alleen goed is voor die mensenrechtenverdediger, maar dat de gesprekken die Nijmegenaren hebben met Shelter City gasten, hoe ze zien en inzicht krijgen in een wereld buiten Nijmegen. En denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is en dat ook Nijmegen en vooral de inwoners daar ook heel veel uit terugkrijgen. Ik denk dat er steeds meer enthousiasme is. En ik denk dat een van de dingen die je kunt zien, waaraan je kunt zien dat dat zo is, is dat er zoveel vrijwilligers zijn. En dat er steeds meer vrijwilligers zijn die om die mensenrechtenverdediger staan en die van alles wil betekenen voor zo iemand. Door naar hun verhalen te luisteren en soms gewoon een kleine steun in de rug, dan zijn we mede-eigenaar van de oplossing van de problemen elders. Dat is juist zo mooi aan Shelter City, dat is de stad Nijmegen in samenwerking natuurlijk met de Nederlandse overheid voor visum en allerlei andere dingen, een betrokkenheid laat zien. Dat er een dialoog komt tussen een mensenrechtenverdediger die uit heel moeilijke omstandigheden komt en die nou opeens dan hier 3 maanden is. En allerlei mensen uit allerlei gremia uit de stad en buiten de stad en inclusief studenten. En ik denk dat dat heel belangrijk is, zowel voor de steun aan die Shelter City gast en de aandacht die er is voor datgene wat ze hebben meegemaakt en dat waar ze aan werken. Maar ook voor de bewustwording van studenten, van mensen in de stad over de situatie van mensenrechtenverdedigers. Mary, die kwam uit Zimbabwe, meen ik. LHBTI-activisten. En in haar land is dat echt niet de bedoeling om als vrouw verliefd te worden op een vrouw. En zij wist helemaal niets. Volgens mij had zij kinderen van tevoren met een man. En ineens werd ze ontzettend verliefd op een vrouw en merkte wat dat betekende. Dus zelfs, wat ik dan indrukwekkend vind, is dat zij zo gedreven is om in haar land dat pad vrij te maken voor haarzelf, maar ook voor andere vrouwen. I am a human rights activist from Harare, Zimbabwe. I am with an organization called RAU. RAU advocates for lesbian, bisexual, transgender, queer and intersex persons. I was selected to be part of the Shelter City program because of the harassment and the constant rhetoric that comes from our government. So working in Zimbabwe, trying to advocate for the rights, has put me in a lot of danger and has made working in Zimbabwe not very easy. 4 times in the past 8 years, the offices have been raided by state agents and some non-state players. We've had people that have been arrested. We've had people that have been followed. They're always under surveillance. I myself am always under surveillance. So there's also harassment in the streets, harassment from family members, harassment from your employers, and a lot of the time being dismissed from work or not even finding work. Ook heel erg gedreven en ook wel blij om nou een keer, behalve even in een veilige setting, maar ook om een keer gewoon na te denken van wat wil ik nu precies gaan doen met mijn organisatie en hoe ga ik dat aanpakken. When they said you have been selected, I was very happy, I was ecstatic. And for me, I was ecstatic for the fact that I would be at least safe for 3 months. I would be able to work, refresh,
because after doing this for 25 years, you sometimes you don't realize how exhausted you really are, and how much risks you have been taking, and sometimes also how much your creativity has died. So this came as a great opportunity for me to let me go and get rejuvenated, let me go and get some rest, let me go think up some new ideas. Zij heeft een verhaal gehouden ook bij ons in de sectie en bij mijn collega's. En er waren verschillende collega's die dat later ook weer hebben opgepikt. Die hebben gezegd van, goh, Mary zei dit en dat. Misschien zou ze zus of zo kunnen doen. En ja, toen hebben ze dan ook weer vervolg afspraken met haar gemaakt om gewoon daar nog eens verder over te praten. Dus dat is, ja, die hebben elkaar wederzijds ook wel geïnspireerd. I was a guest speaker at Radboud University through an organization called DITO. They asked me to speak to the students. Under the theme Breaking Barriers, and that was really a really good experience for me because I got to hear some of how the younger activists think. It also gave me the opportunity to remind them that I know Netherlands seems to have all the benefits and all your rights are secure, but just to always stand guard, because those rights, you can lose them. Or parts of them can start being chipped away. Ik vond dat wel interessant dat die wel kritisch ook gewoon was op Nijmegen. Dus het ging over LHBT-beleid. Zeg, ja, jullie zijn heel trots op Nijmegen als roze stad. Maar nou, ik zie nog wel wat dingen misgaan. Dus dat is ook mooi dat je een spiegel eigenlijk terugkrijgt voor iets waarvan je denkt, hé, dat is een thema waar wij voorop lopen. Dat zo'n gast zegt, nou, daar twijfel ik eigenlijk wel aan of jullie wel voorop lopen. En ja, dat is ook goed om dat terug te horen en dan te kijken van wat kunnen we daar dan mee doen. I also spoke at Africa Day around the feminist movement under the theme feminist movement in the 21st century. For me that was a little bit challenging because I just don't feel as a feminist, as a woman of color. As a woman from the African continent, I don't feel the feminist movement is doing what it should be doing. And I look at the movement as the people that push the agendas, the people that have the platforms to actually speak out. I don't believe that they were serving the purpose of the more marginalized women, the women of color, the women that live under you know the poverty line. Ik ben met Mary naar. Toen hebben we een leuke dag voor haar georganiseerd. Toen zijn we naar het museum in Wageningen gegaan, een depot. En ja, goed, daar mag je. Dat is een beeldenmuseum en daar mag je alles aanraken. En nou ja, daar stonden ook heel veel vrouwenfiguren en naakt. Waar ze helemaal van onder de indruk was en wat ze gewoon heel mooi vond, wat je allemaal kon aanraken en ja, dat was heel erg ontroerend om te zien. Maria en Jan have been just amazing, almost like foster parents to me. They've helped me through a lot of very trying times. I came here still suffering from grief. I lost my son about 7 years ago. So they were just this wonderful support system that I had, because it is an issue that has not been easy for me. And it's actually affected my life in a lot of ways, but they have been such a source of comfort and love and support. They don't understand it because they don't know what it is that they said or did, but I can't tell you the exact thing that they did, but they did. And for me that was a huge thing, because what I had was really becoming paralyzing for me in many areas of my life. Daar vertelt ze dan over. En eigenlijk hoef ik ook niet zoveel te doen. Ik luister en dan komt ze hier op de dag dat haar, op de overlijdensdag van haar zoon. Ja, en dan zijn we samen en we eten samen en dat doet haar goed en mij ook als ik dat zie. En Miet had onze Soedanese Shelter City gast. En hij was natuurlijk ondersteuner. En hij zorgde voor de veiligheid van andere
mensenrechtenverdedigers. Heel bijzonder iemand ook. Hij kwam ook meteen in communicatie bij ons thuis al. Ik bedoel, ook als je dan niet met elkaar uitgebreid in het Engels kunt praten, hij pakte zijn mondharmonica erbij en er was meteen contact. Toen hij even heeft gesproken tijdens een van mijn vakken, heeft hij ook de mondharmonica erbij gepakt. En hij pakte meteen de hele zaal. Die kwam hier altijd op zijn fiets langs en dan wipte hij even binnen. En dan kwam hij even goeiedag zeggen en dan fietste hij weer weg. En ja, die voelde zich zo goed thuis. Die ook niet terug kon naar huis. En die nu in Kampala, in Oeganda, met zijn directeur, die ook gevlucht is uit Sudan, het werk probeert voor te zetten wat ze daar deden. The last hero is always the best one. Or William Leslie Amanzoo, defender of Soka Forest, who really stole our heart. William, nou onze gast uit Oeganda, is echt de meest beleefde persoon die ik ooit heb leren kennen. Bij alles zegt hij, oh dankjewel en super fijn dat je dit doet. William, die ook echt bij de profiel van Nijmegen past. Iemand die zich inzet voor het milieu en met name datgene waar wij nu in Nederland vaak over hebben, over ontbossing en de gevolgen daarvan. The work I do is centered around environmental protection. We had a forest in my district called Zoka Central Forest Reserve. It's a forest that is mandated to be taken care of by a government agency called National Forest Authority. This forest came under massive attack. Around 2015, we started giving voices to see how we can protect this forest from being heavily depleted. Logging timbers and at times charcoal products from this forest. In 2016, around towards October, surprisingly, the minister responsible for lands in Uganda announced that they would degazette the forest and plant sugarcane. So, it was one of the marking moments for us in our work because here we are engaging government to stop environmental destruction. On the other side, the government is saying we are determined and we are going to degazette this forest. This afternoon I was on WhatsApp. I received nasty pictures of how the trees are going. And people are asking me how it is, what do we do next? So, you got me trying to negotiate with them not to go, you know, physical, not to confront, because people are thinking of now setting ablaze these trucks and even killing the people who go to log. But you know, I'm a human rights activist. That will not make a very perfect definition to the work I do. Mm-hmm. So my request to them was that let's still keep on peaceful engagement because our identity must be very peaceful. Ik hoop voor William dat hij vooral heel veel netwerk kan leggen. Want zover ik heb begrepen, heeft zijn organisatie vooral funding ook nodig om hun werk te kunnen blijven voortzetten. Want ze hebben geen kantoor of zo waar ze hun werk doen. Dat doen zij allemaal gewoon in hun eigen huis met hun eigen middelen. Ook zeker dat hij echt wel, dat hij wel tot rust kan komen en kan verwerken misschien wat hij allemaal heeft meegemaakt. I am still facing, you know, trumped up charges back in my country. One of the most imminent threats I go through is a cyber attack. Any post I put on Facebook, on Twitter, on any account, you see, at times I get a lot of harassment through it. And at times, journalists back in my country, you see, I have a feeling they have been also paid money to see how they can have attacks on me in terms of articles and here and there. So way back in January, when a powerful lady whose brother is a member of parliament in Uganda and a very powerful businessman from the region I come. I met her in the forest and she assured me that this is your last chance. I will kill you from here. And I thought it was a joke, but it was real. My house has been broken into quite 2-3 times. There were attempts of to kidnap my children from school. There were also attempts to inflict injury on my wife.
A car came almost crossing her when she went to the market. Many times it gets personal, you know, it breaks you down. So. Ik ben wel heel erg blij dat hij nu wel de kans krijgt om even uit te rusten en weer daarna sterker terug te gaan naar Oeganda om zich te kunnen blijven inzetten. Over het algemeen is hij super enthousiast om overal mee te doen en afleiding te hebben, zeg maar. Dus hij zegt dat hij tot nu toe heel erg naar zin heeft. I met the mayor. Yes, a very calm man. And shared with him about issues of environmental challenges. He promised to raise it at their higher levels of engagement. At least weekly, I am talking to new people. I'm sharing ideas. To me, that's very key. So the expectations are being met. Because my feeling is I know from these new ideas, from this kind of interaction, tomorrow somebody may have second thoughts and see, I think there is need for me to support William and the friends of Zoka. So, but it comes from this kind of interaction, you know. William heeft te kennen gegeven dat hij actief katholiek geloofsbelevend is. Dus ik ben met hem naar Kevelaar gegaan. En daar heeft hij dus een enorme devotie, heeft hij bij al die kaarsen en toestanden, heeft hij daar zich thuis zitten voelen, bij zo spreken. Jan is like a father to me, you know. He knows what I'm doing every day. We talk with him. We exchange WhatsApp messages. I really take him as my family here because he's such an interesting person, and the wife Maria, a very, you know, interesting mother. I call her mom, and each time I'm talking to Jan, I request, please my regards to mom Maria. Wat ik tot nu toe van William heb begrepen over zijn verblijf in Nederland, dus in Nijmegen dan, is dat hij het vooral een hele mooie stad vindt. Hij heeft een appartement met uitzicht op Park Brakkestein. En dat vindt hij echt fantastisch, want hij is milieuactivist die zich inzet tegen ontbossing. Dus hij vond het heel mooi dat hij dus uit kan kijken op een bos / park. I like the arrangement here. Everything is within, so that's where I sleep. You have a bathroom there and it's quite beautiful. You are not stressed up. Every morning I wake up, the first contact I see outside are the trees, you know. And it really reminds me of the kind of struggle I'm engaged in.